I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse trap. Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar de Kini. Maar ik ga eerst achter het pakketje. Maar ik ga jullie ook een update geven van het... Dus ik ga jullie ook een kleine update geven. Dus mensen, ik hoop dat jullie genieten van deze nieuwe vlog. En vandaag ga ik jullie uitleggen waarom dat ik even een time-out heb genomen voor... Want 2 weken geleden, bij een training van de atletiek, heb ik een spierscheur opgelopen. Morgen is er controle van. En wij gaan vandaag ook eerst naar de kini voor de been en de onderrug. Dus dat wordt allemaal gedaan. Dus het wordt vooral op de onderrug meer gefocust. Omdat dat daar aanbevolen is van de rugspecialist. Maar we doen ook een beetje benen trainen voor de spierscheur. Maar morgen gaan we dus op controle bij de dokter voor de spierscheur. Dus hoe ben ik mijn spierscheur opgelopen? Dus dat was eigenlijk gewoon de druppel bij een training dat ik... Oh, zo kut weer. Ik ga terug naar boven. Ik ga mijn jas pakken. En wij zijn, dit is heel dood normaal gebeurd. Dus ik was gewoon aan het trainen, wat oefeningen gedaan, opwarming, alles wat ik moest doen. Maar doordat het was een oefening wat hij van traag. En een keer normaal lopen en dan een keer sprint trekken. En het was in die sprintmoment dat mijn spier knakte. En ik heb gezegd van... dat klinkt niet goed, dat is niet goed. Ik heb naar spoed geweest, ik had een spierscheur. En morgen heb ik daar weer controle voor. Dus ik ben 4 tot 6 weken oud. Dus ik zit ja week 3, dat ik me niet vergis. Ongeveer bijna 2-3 weken bijna. En dus nog 3 weken, ongeveer 2 à 3 weken te gaan. Maar ik kan wel al weer bewegen, gewoon stappen. Maar ik moet wel nog wat rustig aan doen. Omdat ik zoiets heb van... We moeten toch wel onze dingen behalen. Dus we zijn met onze journey bezig. Dus nu is het een keer met ups en downs en zo. Maar wij komen er sterker uit. Dat is het belangrijkste. We gaan zometeen ook een pakketje gaan bepalen voor mijn madame. Maar dat ga ik doen. Jullie laten zien als ik buiten ben. En we zien elkaar later. Hey mensen, welkom terug bij... welkom terug. Zoals je ziet, ben ik nu weer thuis. Ik heb ondertussen kini gedaan. Ik heb pakketfeest ophalen voor mijn madame. En zoals je ziet, gaan we straks terug een beetje bussimulator doen. En ja, nu op mijn gemakske even rusten. Zometeen een douche pakken. Wachten tot wanneer dan mijn madame thuis is. Dan een beetje eten. En... dat is zo'n beetje voor vanavond nog. Dus mensen, maar ik hoop dat jullie genoten hebben voor vandaag. En we zien elkaar strakjes terug. Morgen zien we elkaar terug, want morgen gaan we op de controle voor de spierscheur. En zaterdag gaan we naar de atletiekpiste. Dus ik neem jullie allemaal mee. En we zien elkaar later terug. Later mensen.